Een hele goede morgen allemaal, van mijn kant ook. Ik heb dat al heel wat keren gehoord en gezegd vanmorgen. En u ongetwijfeld ook. Maar bij deze dan ook van deze kant. Hartelijk welkom in deze samenkomst. Ja, het is helemaal een goed idee om inderdaad die deur even te sluiten. Zodat niet we tegen elkaar op gaan zingen. Trouwens, dat gaan we toch niet winnen van hen hoor. Nou, jij wel natuurlijk. Hè. Nou, kom op. Nee, maar we doen ook geen wedstrijd. Akkoord. Ik stel voor, overigens, voordat ik wat vertel over dat lied, wat zien we hier achter mij? Het is nou net alsof mijn broer hier staat. Ja. Ik moet er gisteren van een goede kennis die in Zuid-Spanje woont. En die had gisteren een tocht gemaakt daar door de omgeving van waar zij woont. En daar ziet ze al deze bomen die als eerste daar zo ongeveer in bloei staan. En het is de amandelboom, juist. Die bloeit nu al volop. En dat is de eerste. En dat is een boom waarop een enorm Bijbels getuigenis van uitgaat. Ik vond het wel boeiend om daar deze dia-serie daarmee aan te vangen. Wij gaan aanvangen met het zingen van een lied. En dat is dit lied. Samen in de naam van Jezus. En hoezo die naam? Wel, die naam betekent Yahweh red. En daarmee is eigenlijk zo'n beetje alles gezegd. De zondagmorgen, in het vroege voorjaar, hier bijeen mogen zijn.
ook in het licht, bovenal ook van uw genade en van dat woord waar we zojuist ook over zongen. Dat licht, dat woord dat de grenzen doorbreekt, dat licht dat de duisternis ook verdrijft en dat licht dat spreekt van hem die de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die nog steeds dezelfde is, onveranderd en ook dezelfde blijft. En hij is de rots waarop we mogen bouwen. En Heer, wat is het geweldig om dat besef te mogen hebben. Dat er één is die een geweldig plan heeft. En dat is ook precies waarom we hier bij elkaar zijn. Om dat te ontdekken. En nog zoveel meer zoals we zongen. Dat plan dat u hebt met elk mensenkind, met ieder creatuur. Dat u nooit iets zomaar doet. Dat alles betekenis heeft. En dat heel de schepping in die goddelijk perfecte handen gelegen is. En Heer, we danken u dat we daar werkelijk rust, vreugde en een ongelooflijke hoop door mogen hebben. We danken u dat we uit mogen zien naar die geweldige toekomst die u voor ons in petto hebt. En dat u werkelijk ook bent wat de naam van Jezus uitdrukt. Een redder. Zoals u een schepper van alles en iedereen bent, zo bent u ook de redder van alles en iedereen. En Heer, wat is dat een kolossaal uitzicht en een geweldige garantie en een anker van hoop. We danken u dat dat de grond is waarop we mogen staan en dat we in dat besef ook de samenkomst van vanmorgen bij u mogen opdragen. En laat het een heerlijk uur zijn. Geef dat de schriften werkelijk mogen spreken en dat we het wonder daarvan mogen ontdekken, steeds meer gaan ontdekken. En geef zo een heerlijk samen zijn zoals alleen u dat vermag te geven aan ons. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We zingen nog een lied als inleiding op de Bijbelstudie over het geweldige voorrecht dat we de schriften in ons midden mogen hebben en mogen openen. Vandaag
gaan bezighouden met een psalm. Namelijk psalm 110. En twee weken geleden toen we hier ook bij elkaar waren, toen hadden we daar dus de eerste bijeenkomst over. En het zijn maar 7 versen, maar ik kan u nu al verklappen dat we er nog een samenkomst aan gaan spanderen, want dat verdient deze psalm. Minimaal zou ik zeggen, want over allerlei aspecten die direct ook met deze psalm verband houden, kunnen we niet eens al te diep uitweiden. Dat heb je met een woord dat zo'n goudmijn is met zoveel lagen, daar raak je niet in uitgestudeerd. En laat ik eerst nog even wat vertellen, voor degenen die er toen niet waren of dat niet hebben meegemaakt. En als u het wel hebt meegemaakt, dan is het altijd handig om toch nog weer eventjes opgefrist te worden in de herinnering. De vorige keer heb ik laten zien dat deze psalm uiteenvalt in 2 delen. En u ziet hier die stippenlijn, dat is de scheidslijn. Ik heb toen wat meer verteld over de structuur, want er zit nog meer structuur in dan ik alleen nu in dit plaatje laat zien. Maar even voor de goede orde, het komt erop neer dat deze psalm valt uiteen in 2 delen die parallel aan elkaar lopen, dat wil zeggen vers. Yes. Ik zou het rode puntje moeten zien, maar te zwanger. Geen punt van maken. Huh? Moet je geen punt van maken. Daar moet je geen punt van maken. Nee, zeker geen lichtpunt. Het eerste deel komt overeen hier, vers 1 met vers 4 en 5a. En het vers 2 tot en met vers 3 komt dan overeen met het laatste deel van B, zal ik maar zeggen, vers 6 en vers 7. En dit vers spreekt over de positie, we hebben dat de vorige keer besproken. Dit vers spreekt over de positie van Christus vandaag, gezeten aan Gods rechterhand. En dat doet trouwens het vierde vers dus ook weer, want dit komt overeen met dit. Ook dit spreekt over de positie van Christus vandaag, terwijl vers 2 en 3 en omgekeerd ook vers 6 en 7 spreekt over de toekomst. Dat wil zeggen over de wederkomst en alles wat daarop zal volgen, namelijk dat Christus zal gaan heersen. Dit vers, zoals gezegd, hebben we 2 weken geleden besproken. Ik wil daar straks nog eventjes 1 ding nog aan toevoegen waar ik 2 weken geleden niet aan toe kwam, maar wat ik ontzettend belangrijk vind om goed te realiseren. Dit hebben we de vorige keer besproken. De volgende keer gaan we ons bezighouden met dit vers. Alleen vers 4, dus dit skippen we. We beginnen dus vandaag, of de bespreking gaat verder in vers 2 en 3, en we zullen dit overslaan en dan gaan we vervolgens door naar dit gedeelte. Dit spreekt dus allemaal over de wederkomst en wanneer Christus zal terugkeren naar deze aarde en zijn heerschappij zal aanvangen in Israël en wereldwijd gaat uitbreiden. Dat is eigenlijk het belangrijkste van het onderwerp van vandaag. En misschien is het ook nog even goed om een paar dingetjes dan nog wat we de vorige keer ook besproken hebben te laten zien. Psalm 110, dat moet duidelijk zijn, is profetie. Het is David die dit gecomponeerd heeft, maar veel meer is dan alleen maar een profeet. Hij, een poëet, hij is een profeet. Hij voorzegt dingen over een nakomeling van hem. Namelijk die op de troon van David zal zitten. In Jeruzalem. Dat is dus een erfgenaam van David, maar ik moet erbij zeggen, het is veel meer dan dat. Trouwens, dat het profetie is, dat blijkt wel. Ik heb even een plaatje gemaakt. Niet al te helder, maar ik heb even een plaatje gemaakt van mijn bijbeltje die ik hier voor me heb liggen. En dan zie je ook gewoon in de bijbel met wat tekstverwijzingen ook, dat deze versen heel vaak worden aangehaald. Met name dan vers 1, alleen al dat zet u aan mijn rechterhand, wordt maar liefst 4 keer aangehaald in de bijbel, in het Nieuwe Testament. En dat totdat ik uw vijanden gelegd heb tot als een voetbank voor uw voeten. Nou, dat wordt 8 keer
aangehaald in het Nieuwe Testament. Net zo goed als dat we, wat we de volgende keer gaan bespreken, van u hebt gezworen, het berouwt hem niet, gij zijt priester voor de eeuw, naar de wijze van Melchizedek. Dat wordt ook, met name dan in de Hebreeënbrief, maar ook in de Psalmen, en het boek Openbaring, wordt dat aangehaald en uitgelegd en toegelicht. Waarmee maar gezegd is dat deze psalm dus in het Nieuwe Testament een grote rol speelt. Ik zei al, de zoon van David is veel meer dan de zoon van David. Ik heb u dat laten zien aan de hand van een conversatie, om niet te zeggen een polemiek, een conflict dat er was tussen Jezus en de leidslieden in zijn dagen in Jeruzalem. Dat Jezus zelf ook enkele dagen voor zijn kruisiging ook dat onder de aandacht brengt van de schriftgeleerden. En dan zegt hij van ja, David heeft al over de Messias gesproken, maar dan blijkt die zoon van David toch veel meer te zijn, namelijk ook Davids heer, zijn meerdere. Want hij erft niet slechts zijn troon, hij wordt namelijk verhoogd aan Gods rechterhand, dat wil zeggen in de hemel. Dat wil zeggen, die Messias is maar niet alleen maar iemand hier op aarde, maar kennelijk ook iemand in de hemel. En dat was een compleet, en was en is, een compleet blinde vlek tot op de dag van vandaag in het Jodendom. Want die kent een Messias hier op aarde, maar een die in de hemel verhoogd is, is volstrekt onbekend, past niet in de theologie. En dus kijken we daar overheen of kijken we weg. Ja, zo werkt dat. Wat we gezien hebben, en dat lijkt me heel belangrijk, en ik wil de tijdlijn ook even tonen, dat is dat Psalm 110 niet zozeer expliciet zegt, maar wel impliceert, dat wil zeggen het veronderstelt, dat de zoon van David, de Davidson, die telg uit het huis van David, de definitieve, uit het koningshuis van David, die zou op aarde zijn, maar hij wordt verhoogd aan Gods rechterhand, want God zegt tegen hem, zet je aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gesteld heb tot een voetbank voor je voeten. Met andere woorden, die zoon van David, die wordt verhoogd, krijgt een plaats aan Gods rechterhand in de hemel. Dat is de positie van Christus vandaag, in deze tijd dus. Tot, ja, eigenlijk sinds 2000 jaar en al is dit de situatie. En daar, ja, wat doet hij daar? We hebben dat ook gezien aan de hand van Hebreeën 10 met name, waar het expliciet ook zo gezegd wordt. Hij wacht daar. Hij is daar gezeten. Dat is een positie van rust, van triomf ook, aan Gods rechterhand. Een positie van eer. Ontrokken ook aan het oog, ook dat is heel elementair, dat is ook karakteristiek voor de hele tijd waarin wij nu al 2000 jaar leven. Christus, de Messias, is er wel, maar je ziet hem niet. Maar ook dat is iets wat ik de volgende keer, als we het hebben over het priesterschap van Christus, nog veel uitgebreider wil laten zien. Ja, laten zien, ja, want wij zien Jezus, ja, hoewel hij ontrokken is aan het oog. Rara, hoe kan dat? Maar we zien hem gekroond naar eer en heerlijkheid, zeggen we de schrijver van de Hebreeënbrief na. Afijn, de zoon van David, hij wordt verhoogd aan Gods rechterhand. Hij zet u aan mijn rechterhand, daar wacht hij. En totdat het de tijd is, en ik kan u verklappen, die is aanstaande, want de termijn is, maar dat is niet het onderwerp van Psalm 110, dus dat laten we nu ook voor wat het is, de termijn is bijna vervuld. Dan zal hij namelijk terugkeren, in de openbaarheid treden, en dan zal hij zijn zetel gaan innemen in Sion. Dus hij was aan Gods rechterhand, nee, ja, nu nog steeds is, maar dan zal hij vervolgens gaan regeren in Sion. Dat wil zeggen in Jeruzalem, daar in het Midden-Oosten. Daar zal is, ja, dat is de plaats immers waar de troon van David is, hoort te staan. Het is de stad van David. Regerend in Sion.
En dan vervolgens in Zion gaat hij alle vijanden aan zich onderwerpen of onderschippen. Dat is eigenlijk de tijdlijn in Psalm 110. Dit is het onderwerp van vers 1 en dus ook het onderwerp van de vorige keer, maar wat we ook de volgende keer weer zullen bespreken. Buitengewoon belangrijk, juist omdat het de actualiteit is, tot op vandaag. Goed, nog even één ding over dat vers 1. Dat wil ik per se nog even gezegd hebben. De vorige keer had ik dat al gepland, maar ik kwam er niet meer aan toe om dat wat uit te werken. Maar er staat dus in Psalm 110 vers 1, dat het een psalm van David is, en dat Yahweh zegt met nadruk tot mijn Heer, zegt David, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat zit aan mijn rechterhand, dat is dus, spreekt van de positie die Christus heeft in onze tijd, maar ik moet erbij zeggen, iets heel belangrijks, dat is een positie die hij deelt met een gezelschap, met een volk zo u wilt, namelijk de Ecclesia. Dat was in het Oude Testament verborgen en geopenbaard, onthuld, beschreven door de apostel Paulus. Namelijk dat gezelschap verbonden is met Christus. En ik zou u naar heel wat plaatsen kunnen meenemen, naar de Efeze 1 waar dat beschreven wordt. Maar laat ik me beperken tot één gedeelte, namelijk in de Colossense, oh, dat is fout. Dat is niet Colossense 1, maar Colossense 3. En daar staat in Colossense 3, vers 1, wat letterlijk weer weergave. Lees hem even met me mee. Indien jullie dan samen werden opgewekt met Christus. Het idee is, dat had Paulus juist uiteengezet, we zijn één gemaakt met hem. Christus' positie is onze positie. Hij stierf, wij stierven. Hij stond op, wij zijn met hem opgestaan. Zo ziet God ons. Dat is onze bestemming, maar zo ziet God ons nu reeds. En wij zijn nu reeds met hem opgewekt. Wij leven dus eigenlijk al in de toekomst. Dat is het idee. Indien jullie dan samen werden opgewekt met de Christus, zoek de dingen daarboven, omhoog, waar de Christus is. Let op, gezeten aan de rechterhand van God. Ja, dit is dus zo'n tekst waarin, nou niet zozeer Psalm 110 geciteerd wordt, maar er wordt wel aan gerefereerd. Namelijk de Christus, waar is hij? Aan de rechterhand van God. En waar is dat? Daar omhoog. Niet hier op aarde. Daar is hij nu gezeten. En wij zijn, aangezien wij met hem zijn opgewekt. Wij zijn opgewekt. Samen met hem. In nieuw leven en daar is hij. En lees even verder. Bedenk die dingen. De dingen boven, niet de dingen op de aarde. Niet omdat die dingen op aarde nou zo fout zijn, daar gaat het niet om. Maar daar is hij, daar is ons leven. Want jullie stierven, met hem namelijk, en jullie leven is verborgen samen met de Christus in God. Aha. Dus, het feit dat Christus daar nu boven is, aan de rechterhand van God, dat bepaalt ook onze plaats, want wij zijn met hem verbonden in zijn dood, in zijn opstanding, maar ook in het feit dat hij daar aan Gods rechterhand is. Wij zijn daar ook. Hij is ons leven. En dat betekent dat ons leven, ja, dat is nog niet openbaar, een verborgen feit. Maar het feit ligt er. En ons leven is met de Christus daar in God. Daar, boven. Dus Christus is aan de rechterhand van God. Maar wij, ik bedoel wij die vandaag al mogen geloven, als je hart daarvoor geopend is, zal ik maar zeggen, of je in je oren, et cetera. Dan ben je met hem verbonden. En dan deel je die positie als het lichaam van Christus met hem. Hij is ons leven. En hij is daar verborgen. Ik bedoel, er wordt niks van gezien.
Dat is ook de bedoeling. Mensen vinden dat een gebrek. Dat is geen gebrek, dat is juist de bedoeling. Dat vandaag allemaal verborgen is. Er valt in die zin dus ook helemaal niks te bewijzen. Nee, dat is karakteristiek van iets wat verborgen is. Het is geheim. De Christus is daar verborgen. Wij zijn daar ook met hem en in hem verborgen. Hij is ons leven. Maar bedacht je wat? Dat betekent ook dat als hij straks aan... als hij straks openbaar zal worden, dat wij dat ook met hem zullen delen. Lees maar verder, want er staat, wanneer dan ook de Christus openbaar gemaakt zal worden, want ja, hij verblijft daar aan Gods rechterhand, totdat hij wacht. En in deze tussentijd aan Gods rechterhand zijn wij met hem verbonden, maar dat betekent dat als hij die positie gaat verlaten en openbaar gemaakt zal worden, hier op aarde, dan wordt zijn koninkrijk dus manifest, zichtbaar. Dan is de tijd van de verborgenheid voorbij en dan begint de tijd van de openbaring. Ja, als u zegt van, hé, dat is ook een Bijbelboek, dan zeg ik, ja, dat klopt. En dat heeft er ook mee te maken. Of, eigenlijk is dat één op één hetzelfde. Wanneer dan ook de Christus openbaar gemaakt zal worden, komma, jullie leven, want hij wordt openbaar, maar hij is ons leven, worden wij dus ook, nou, ik hoef het niet zelf te zeggen, Paulus schrijft het gewoon, dan zullen jullie ook samen met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Het staat er, maar het is ook zo logisch. Als wij inderdaad één gemaakt zijn met hem, dan is het ook niet meer dan logisch, als wij zijn lichaam zijn, dat als hij openbaar zal worden, wij met hem in heerlijkheid worden geopenbaard. Dus je kunt gewoon rustig stellen dat wij dus ook vermeld worden in Psalm 110. U zegt, dat is verborgen. Daar zeg ik, dat is precies het punt. Maar het ligt er dus in verborgen. Want als het in Psalm 110 staat dat Christus gezeten is aan Gods rechterhand, dan zijn wij dat ook. Dan is dat niet alleen het hoofd, maar ook het lichaam. De Christus is dus eigenlijk hoofd en lichaam. En als het hoofd openbaar wordt, ja, dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. En dat betekent ook dat wij een aandeel hebben in de... In de vestiging van dat koninkrijk. En wij als Ecclesia vooral een plaats hebben en een taak hebben ook in verband met het hemelse. Maar goed, dat is echt weer zo'n ander uitgebreid onderwerp. Machtig om te overdenken en dat na te zoeken in de schrift. Het gaat mij eigenlijk om één ding nu. Dat is dat ik graag... geaccentueerd wil hebben, in vers 1 van Psalm 110 wordt over de Christus gesproken, maar vat de Christus dan niet alleen op als het hoofd, namelijk Jezus Christus, maar ook de Ecclesia, zijn lichaam die met hem verbonden is. Nou, met dat gegeven gezegd hebbend, daar wil ik het even bij laten. Bij een andere gelegenheid moeten we daar nog... En komen we daar ook ongetwijfeld nog wel op terug. Goed, wij gaan nu dus verder met het vervolg van Psalm 110. En ik zei al, dat zijn die passages, die versen, het zijn er maar een paar eigenlijk. Maar die spreken over zijn parousia. Als hij openbaar gaat worden, hier op aarde gaat verschijnen. En dan staat er in vers 2 van Psalm 110. Jaweh zendt uw krachtige scepter uit vanuit Zion. David spreekt hier over de zoon van David, maar over hem, over degene die hij noemt mijn Heer. Het is profetisch. En dan zegt hij... Het is Jahweh zelf die uw krachtige scepter, dat wil zeggen de koningsstaf. Staf is altijd een,
beeld van, ja, van opstanding, maar ook van heerschappij. Ja, dat kan ook een hamer zijn, een voorzittershamer. Maar altijd een staf, de scepter, een gouden scepter vanuit Zion. En dan zie je dat, kijk, vanuit de hemel zal, dat wil zeggen aan Gods rechterhand, waar Christus nu wacht, zal hij straks verschijnen. Eerst aan Zion. En ik excuseer me maar even, ik kan dat natuurlijk nu niet aantonen, maar bij andere en eerdere gelegenheden hebben we dat veel uitgebreider ook gezien. Ik herinner me dat we, was het vorig jaar of 2 jaar geleden, dat we een heel aantal keren over Zacharia 14 hebben nagedacht. Waar we lezen inderdaad dat de Messias zal verschijnen aan het einde van een grote verdrukking aan Jeruzalem, aan Zion. Hij zal ook verschijnen aan de berg die aan de oostkant ligt, namelijk op de Olijfberg. Daar waar hij ooit de aarde verliet, op de Olijfberg, daar zal hij straks weer zijn voet neer gaan zetten. Dan gebeurt er iets catastrofaals met de Olijfberg. Nou, in ieder geval iets echt breaking, hè? Ja. De berg gaat splijten. En dan zal er een vluchtweg ontstaan en dan zal het volk dat nog overgebleven is vluchten naar de woestijn. Ja, de Messias zal verschijnen aan Zion en dan ook vervolgens gaat het volk van Israël vanuit de hele wereld verzameld worden in de woestijn en vanuit de woestijn zullen ze optrekken naar het land. En dat is gebeurd natuurlijk niet allemaal op een late namiddag, hè? Dat begrijp je wel. Dat is een heel proces en dan zal de Messias zijn zetel gaan innemen in Jeruzalem, dat inmiddels trouwens een verwoeste stad zal zijn. Maar die stad gaat weer herbouwd worden en daar zal de Davidson, de zoon van David, zijn troon gaan vestigen. Ja, dat is eigenlijk in de notendop wat er eigenlijk gaat gebeuren. Dus daar in het Midden-Oosten zal hij zijn heerschappij aanvangen. Uiteraard Zion. Zion is de stad die hij daarvoor heeft uitgekozen. Jeruzalem. Vandaar ook dat eigenlijk de hele wereldpolitiek, dat is niemand zich van bewust, dat is ook weer zoiets verborgen. Maar de hele wereldpolitiek draait, als je het helemaal op de keten beschouwt, zeker de laatste eeuw, allemaal om Jeruzalem. Je zegt het Midden-Oosten, ja, maar meer speciaal. Die staat Israël en meer speciaal Jeruzalem en meer speciaal nog die berg, de berg Sion. Daar gaat het allemaal om. Alle conflicten zijn daar. Daarom staat er ook in Zacharia dat Jeruzalem een zware steen is die alle naties moeten heffen. En dan staat erbij en ze zullen zich deerlijk verwonden. Ze weten niet wat ze met die stad aan moeten. Ook dat is de bedoeling. Ik vind het geweldig om met zulke ogen en met die bril op, die profetische bril, naar de actualiteit ook te kijken. En dan weet je ook van, er gaat niks mis. Het is precies zoals is beschreven. Afijn, de Messias zal zich vestigen daar in Zion en dus ook gaan regeren vanuit Zion. En dan wordt er gezegd, want het is... Hier wordt iets ingeleid. Ja, wij zenden uw krachtige scepter uit vanuit Zion. En dan wordt er tegen hem gezegd: heers te midden van uw vijanden. Dus het is de aanvankelijke situatie. Christus heerst in Zion. Maar dan moet u goed realiseren: op dat moment is de rest van de wereld nog steeds vijandig en niet onderworpen. Vandaar ook dat er tegen hem gezegd wordt: heerst vanuit Zion, maar te midden van je vijanden. Het idee dat velen hebben dat als Christus straks terugkomt, op welk misverstand zullen we nu eens inzoomen. Maar het misverstand dat velen hebben is dat hij zal terugkeren, nou ja, dan is ineens alles goed. Nee. Dan begint in Jeruzalem, in Israël wordt hersteld en vanuit die plaats wordt het koninkrijk vervolgens gevestigd. Kijk, om het eventjes wat uit te beelden.
Dit is het land waar het allemaal om draait. De Bijbel noemt dit ook de navel der aarde. Als de navel is de plaats waar de voeding, hoe moet ik zeggen dat nou netjes, waar het kind gevoed wordt. Hè? Ja. En zo is het ook met de hele wereld. Die ontvangt zijn voeding, dat is de navel, daar via Israël, via dat volk en via dat land. Afijn, hier zal de troon gevestigd worden in de toekomst, in de wederkomst. En dan vanaf zijn troon, ik zing het maar of ik zeg het maar mee met een lied. Vanaf zijn troon gaat de zoon zijn heerschappij vestigen. En dan gaat hij dat koninkrijk zo gaandeweg uitbreiden. Dat is een heel proces. En ik zeg niet dat dat in deze concentrische cirkels plaats gaat vinden. Zo bedoel ik het niet. Het zullen ook landen zijn die achter elkaar worden onderworpen. En er is op een gegeven ogenblik ook een bepaald moment dat alles zal zijn onderworpen. De hele wereld is dan feitelijk geworden tot een Israëlitisch wereldrijk. Want je hebt Israël dat het rijk is waar het begint. En dan vervolgens worden alle volkeren daaraan ondergeschikt gemaakt en geïncorporeerd, zoals dat netjes heet. Ze krijgen een plaats binnen dat koninkrijk. Het koninkrijk van God is dus feitelijk een Israëlitisch wereldrijk. Nou, dat is waar het Psalm 110 vers 2 over spreekt. Ik wil graag ook een vers laten zien waarin die tegenstelling getoond wordt. Dat wil zeggen dat er geheerst wordt in Jeruzalem en in Israël, terwijl de rest van de wereld daar nog niet in deelt, maar wel in gaat delen. Ik neem u even mee naar Jesaja 60. Daar wordt tegen het volk gezegd, tegen Israël, sta op! Dat is opstanding, hè? Ze krijgen een nieuw leven. Word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van Yahweh gaat stralend over u, het volk, op. En dan staat er, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal Yahweh stralend opgaan, als de zon die opgaat, eerst over dat volk. Er staat er, maar over u zal Yahweh stralend opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ziet u hier het contrast? Dus Israël wordt opgeroepen om tot opstanding. Het licht gaat over hen op. De nacht is voorbij. Een nieuwe dag breekt aan. Maar terwijl Israël in het licht al baat en de heerlijkheid van Yahweh daar gezien wordt, is het nog zo dat de natieën in aanvang in duisternis zijn en trouwens ook geconfronteerd zullen worden met de gerichten en onderworpen zullen worden. Dat is een hele strijd ook nog in Den Haag gelopen. Dat is een beetje apart, maar ik heb in Den Haag een aantal spreekbeurten nu lopen en die heb ik allemaal gereserveerd voor Psalm 2. Ik zit erg in de psalmen. Ja. En dat is ook een Messiaanse psalm. En dat gaat ook over deze situatie. Ik denk wel eens een keertje, het kan toch eigenlijk niet missen. Je struikelt er gewoon over. Het verbaast me ook hoe onbekend deze dingen vaak zijn. Maar in ieder geval, de gedachte is, terwijl de hele wereld in duisternis is, zal Israël in heerlijkheid gezeten zijn. De heerlijkheid van Yahweh zal gezien daar ook worden. En dan vervolgens, natieën zullen dan opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Die zullen daar gaandeweg ook in gaan delen, maar dat zal allemaal niet zachtzinnig gaan, maar niettemin, dat is de toekomst. Zo zal het gaan gebeuren. Het idee is dus, vanuit Jeruzalem gaat de heerschappij gevestigd worden, eerst in Israël, vervolgens over de hele volkeren. Nou, we lezen even verder in vers 3. Uw volk is gewillig. Uw volk, David, de Messias, zijn volk is
gewillig in de dag van uw strijdmacht. Ja, je zou eigenlijk de nadruk zo moeten leggen. Uw volk is gewillig. Ja, inmiddels namelijk is dat volk heeft nieuw leven ontvangen, maakt deel uit van dat koninkrijk. Maar de rest van de wereld nog niet. Dat blijkt trouwens uit het tweede deel van de zin. In de dag van uw strijdmacht. Aha, er is dus nog strijd. In vers 5 wordt deze dag trouwens de dag van zijn toorn genoemd. Dat loopt parallel. Het is een dag van strijd, van conflict, ook letterlijk van oorlog. Letterlijk, want ik geef toe, dit lijkt soms science fiction. Maar de schrift spreekt hierover, deze dingen worden voorzegd. De Verenigde Naties, dat is Psalm 2, die zullen zich, de naties gaan een complot of gaan samenspannen en die gaan zich een barricade opwerpen, tenminste dat willen ze. Nou ja, die in de hemelzetel die lacht zich. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat hoor. Zo klinkt wat oneerbiedig misschien, maar echt, het is een lachertje. De naties die willen dat koninkrijk dan, die willen de vestiging van het koninkrijk verhinderen en proberen daar een stokje voor te steken. En de Verenigde Naties gaan dan samenspannen tegen de Heer en zijn gezellen. Ja. Maar God gaat via dat volk, dat wil zeggen de Messias zal met zijn volk, een strijdmacht vormen. En ja, die strijdmacht is dus dezelfde als dat volk. En dat is Israël. En wat dacht je wat? Het volk, de naam Israël refereert daar ook aan. Een hele oude naam. Die heeft Jacob ooit gekregen. Toen Jacob, ja, u weet het, hè? Jacob had een strijd, een worsteling. En toen werd hij geslagen. Hij bevond zich toen bij de rivier de Jabbok. Dat het leuk om te onthouden. Jacob was bij de Jabbok. Dat was een riviertje, een wadi. En daar vond die strijd plaats. En daar vindt de bekering van Jacob ook plaats. Maar ik vind het wel leuk dat dat een bekering is. Een omkering. Want Jacob wordt bij de Jabbok Israël. Daar krijgt Jacob de naam Israël. Je zult een strijder Gods zijn. God gaat een strijd aan. Succesvol. Dat doet hij via het door hem uitverkoren volk. Dat is een voorrecht voor dat volk, maar het is trouwens ook een loodzware last. En ik heb Joden wel eens horen zeggen, en ik heb het gelezen, van had hij ons nou maar nooit uitverkoren. Want zo'n lolletje is het niet altijd. Dat is waar. Het verklaart ook het hele fenomeen van antisemitisme, maar het gaat erom, God heeft dat volk verkoren. En dat volk dat Jacob is, een hele lichte, maar dat wordt bekeerd en dat wordt Israël. Nou, daarover gaat het, over die tijd dat Jacob bekeerd is en gemaakt wordt tot een strijder Gods. Gewoon wat de naam dus ook betekent. En uw volk is gewillig in de dag van uw heilige van uw strijdmacht in heilige eer. Dat wat heilig is apart gezet, eer, dat is heerlijkheid. Ja, wat is die eer dan? Nou, zij zijn namelijk het eerste volk. En in de aanvang dus ook het enige volk. Dat is een eer. En wat is de eer dan? Wel, dat ze de eerste zijn. Leuk hè, in het Nederlands. Maar ook een koninklijk priesterdom. Dat is waar ze toen uitverkoren zijn. En lees het maar eens na in Exodus 19 en Openbaring 1. Ik had 1 Petrus 2 er ook nog bij kunnen vermelden. Dat is waar gezegd wordt dat het volk van Israël bestemd is tot een koninkrijk van priesters. Via dat volk, de navel, gaat God de hele wereld aan zich onderwerpen, maar ook zegenen, van voeding voorzien. Via dat volk. En dat is die heilige eer. En over de dag dat dat
proces zich voltrekt. Dat wil zeggen dat via Israël dat volk en de volkeren worden onderworpen. Daarover, die dag, die periode gaat het. En dan staat erbij, en het staat er erg poëtisch. Vanuit de schoot van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Nou moet je hem twee keer lezen hoor. Want dat klinkt nogal raadselachtig, geef ik direct toe. Maar laten we eventjes wat met precisie deze tekst bekijken. Vanuit de schoot van de dageraad. De dageraad, dat is een beetje een oud-Nederlands woord voor zonsopgang. De nieuwe dag die aanbreekt. De schoot, ja, dat is letterlijk staat hier ook een woord dat de baarmoeder betekent, rechem. Ook barmhartigheid trouwens, maar goed. En vanuit de schoot ontstaat er vanuit de schoot? Ja, een nieuw leven. Maar die dageraad en de schoot, die twee hebben alles met elkaar te maken. Want als de nieuwe dag aanbreekt, oftewel de zon zal opkomen. Een van de laatste versen in ons Oude Testament, in Maleachi, is dat de zon der gerechtigheid over Israël zal opgaan. Ja, vanuit het oosten, ik zei het al. Vanuit het oosten zal de zon opgaan en de nacht zal verdreven worden. En als je er zo over nadenkt, is het trouwens ook vrij logisch. Want ja, in het oosten is het eerder licht dan elders. Hè? Dus eerst komt dat licht in Israël daar en dat is de dageraad. Een nieuwe dag breekt aan, ja, maar dat is ook nieuw leven. Sta op, word verlicht. Dat is nieuw leven, dat is die schoot. Dat is waar de Bijbel zo vaak over spreekt, over wedergeboorte. Een nieuw leven zal het volk dan ontvangen. Het leven van de Messias. Ze zullen oog in oog te komen te staan met de Messias waarvan ze helemaal geen idee hadden. En dan zullen ze hem erkennen. En ze zullen een nieuw leven ontvangen. Het leven dat hij ooit aan het licht bracht, dat zal hun deel worden. Nou, vanuit de schoot van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Uw jeugd, ja, dat is uw volk. Dat is die jonge, herboren natie. Degene die hier dus wordt aangesproken, moet je even goed in de gaten houden. Degene die hier nog aangesproken wordt, is nog steeds, en Nebuchadnezzar, is Davids Heer. De Messias. Vanuit de schoot van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Uw jeugd, dat is die jonge herboren natie. Ja, en dat wordt vergeleken met de dauw van een nieuwe dag. Ook dat is weer nieuw leven. Water. Vooral zeker in het Midden-Oosten is de dauw gewoon dat waar de natuur op wacht en haar leven door ontvangt. Dauw is nieuw leven, een nieuwe dag ook. Want ja, wanneer zie je de dauw? Juist bij de dageraad. Dus schoot, dageraad, dauw, jeugd. Het zijn allemaal begrippen die aan elkaar gekoppeld zijn. En moet ik ook even aan een andere psalm wel denken. Ook een Davidische psalm. Dan staat er in vers 1 van 133. En sommige mensen, en ik ook, kunnen dat op zijn Hebreeuws zeggen. En zelfs zingen. Inematov umanaim. Shiret achim kan ja. Maar dan staat er, ziet hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. Dan gaat het over dat Israël dat weer verzameld zal worden. De zonen van Jacob worden verzameld en die zullen dan tezamen wonen. En dan staat er bij, en daarom haal ik het aan, in vers 3. Het is als dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen, let op, van Sion. Dus dat verzamelde Israël, dat herstelde Israël, ja, dat zal dauw ontvangen en op de bergen van Zion, daar waar de heerschappij van de Messias zal aanvangen. Want staat er, daar, op die plek, bepaalt Yahweh de zegen. Leven tot de aion, leven tot in de aion.
Ja, want die gaat aanvangen een nieuwe aion. En van daaruit zal de zegen worden gegeven aan Israël en de volken. Weet u nog dat we het eens een keer over Gideon hadden? Dat hij een lamsvel op de dorsvloer moest leggen. En dat werd bedouwd. En later, bij de tweede keer, werd niet alleen dat lamsvel bedouwd, maar ook alles wat er omheen lag. De eerste keer alleen het lamsvel, de Messias, degene die geofferd is, degene die geslacht is, maar die vervolgens leven ontving. Maar bij de tweede gelegenheid wordt al het andere, de rest ook, ontvangt diezelfde douw, dat nieuwe leven. En als u zegt, ik vind het een beetje onsamenhangend, André, dan bied ik bij deze een excuus aan. Maar dat zijn zo van al die van die linken, die associaties. En wat ik er altijd zo wonderlijk aan vind, is ja, heel de schrift hangt met elkaar samen en wordt op alle mogelijke manieren geïllustreerd. Het is één wonderbaar geheel, een harmonie. Goed, we gaan weer even terug naar Psalm 110. En ik lees even alleen het vers voor wat nu eenmaal volgt, maar wat wij vandaag doen is, wij skippen dat. Ja, dat verklaart dus meteen dit plaatje. Want de volgende keer gaan we het hebben over alleen deze woorden. Jahweh heeft gezworen, het zal hem niet spijten. U bent priester tot in de aion, naar de orde van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Ja, geweldig. En wat dat betekent, als u daar nieuwsgierig aan bent, dan nodig ik u bij deze dan uit voor over 2 weken. Als ik me niet vergis, 10 maart. Maar nu slaan we dat even over. Want dit heeft namelijk alles weer te maken met de positie van Christus vandaag. We gaan dus verder. Hij, als nog steeds, de Messias die zijn triomftocht maakt, die zijn koninkrijk gevestigd heeft in Zion. En dan staat er, hij doorboort koningen. Dat is geen zoetsappige taal hoor. En het is dezelfde taal als die je ook in Psalm 2 leest. Namelijk, hij zal hen, degene die opstaan, die zich niet wensen te onderwerpen, die zal hij stuk slaan, staat er, als pottenbakkerswerks. Ik kan u dit vertellen, het koninkrijk dat straks gaat komen, ik weet niet of ik u daarmee teleurstel, maar helaas, dat is niet democratisch. Wordt niet bij meerderheid van stemmen besloten. Totaal niet. En dat koninkrijk wordt... Nee, kijk, democratie is... dat komt van onderaf. Het gezag komt van onder. Dat betekent democratie. Het komt van het volk. Hè? Maar het koninkrijk van God, dat is top-down. Komt van boven. Gezag komt van boven. Zoals alle zegen ook van boven komt. U weet het. Het komt met recht van boven. Dat is eigenlijk heel erg dubbelzinnig wat ik nu zeg. Het komt van boven. En het vestigt zich hier. En zal vervolgens worden uitgebreid. Maar gewoon, dat is een gegeven. En wie niet buigen wil. Ja, die moet barsten. Ja. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ik moet er even bij zeggen. Dit gaat dus. Dit is een plaatje, een film over het begin van de toekomende aion hier op aarde. Want ik weet natuurlijk, maar dat is nu niet het onderwerp, dat uiteindelijk ook alle vijanden worden niet alleen onderworpen, maar dat zelfs dat ook de dood zal worden onderworpen. De vorige keer hebben we dat ook nog overwogen. Dat is het einde van het verhaal. Als zelfs de laatste vijand, de dood, gaat worden onderworpen, dat betekent dat alle die inmiddels dood zijn of gedood zijn, die zullen alsnog tot leven komen. En tot hun bestemming komen. Maar goed, die moeten wachten en tot het hun tijd is. Ieder in zijn eigen rang.
Dan zal het zijn, als hij zijn koninkrijk gaat vestigen, hij zal de koningen doorboren in de dag van zijn toorn. Dat wil zeggen, hij zal tegen allen die zich keren tegen het koninkrijk, tegen Israël, daar zal hij korte metten mee maken. En hij zal tegenstand absoluut niet dulden en ze zullen in de pan gehakt worden. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn. En die uitdrukking, die komen we ook nog tegen in ja, heel wat andere plaatsen ook. Maar in Openbaring 6 vers 17, dat begint na het zesde zegel. Ja, terwijl ik dat zo zeg, denk ik, nou laat dat maar over, nu even rust, André. Maar dat is in elk geval, en dat moet nog dat moet begrepen worden lijkt mij... Als de Heer straks verschijnt op de olijfberg voor de tot verlossing van zijn volk, dan zal hij het op gaan nemen voor zijn volk en tegen de volkeren gaan strijden. Dat is die dag van zijn toorn. In het boek de Openbaring wordt die periode ook beschreven. Dat is de dag, namelijk de periode van de bazuinen. Dus dat is een heel proces waarin dat koninkrijk wereldwijd gevestigd wordt. En dan staat erbij, hij zal recht verschaffen te midden van natieën. Dan gaat er eindelijk iets gebeuren wat nu al eeuwen, millennia lang niet gebeurt. Namelijk gerechtigheid. Gerechtigheid ook wereldwijd, ook politiek, publiek. Publiekelijk recht zal er worden gedaan. En ook dat is tot nou. Hij zal recht verschaffen te midden van natieën. Daar wordt nog wel eens een keer over gesproken. Dat is een geweldige tijd. Dan zal gerechtigheid eindelijk gaan wonen en heersen op aarde. Er staat... Wij in het Nederlands hebben hier zeven woorden voor nodig. Maar in het Hebreeuws staat hier van twee woorden. Ziet u? Het zijn twee woorden. Het Hebreeuws is een hele compacte taal. Maar waar je dat bijvoorbeeld ook vindt in Jesaja 2. Dan staat er, vers 4. Hij zal richten tussen volk en volk. Als er conflicten zijn, je moet dat heel concreet je voorstellen. Als er conflicten zullen zijn tussen naties, wel dan is hij... Ja, dan is daar het internationaal rechtshof, om zo te zeggen. En daar gaat hij over. En hij zal recht spreken over machtige naties. Dan gaat er trouwens ook een geweldige periode van vrede aanbreken. Want ja, als het allemaal centraal geregeerd wordt, dan kan dat ook. En dan, wat er dan gebeurd is, dan zullen ze een zwaarde tot ploegschade omsmeden. Wat trouwens, weet u dat deze tekst die hier afgebeeld staat, en die trouwens ook in Micha 4 voorkomt, dat die wordt, dat staat geschreven op de steen van de Verenigde Naties in New York. Ja, op een groot... Op de wand staan. Ja, op de wand van de Verenigde Naties in New York, ja. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Dat is de grote droom van de Verenigde Naties. Ik moet zeggen, hoe komisch. Ja, komisch. Kijk, het drukt uit het verlangen van de mensheid dat er eindelijk eens een tijd gaat komen voor de volkerenwereld. Al duizenden jaren jaagt de mens ernaar. Om precies te zijn, 6000 jaar zijn we al bezig, vanaf Adam bedoel ik, zijn we bezig om vrede te bereiken. En je zou zeggen, van als we dat nou allemaal willen, dan is dat toch opgelost. Ja, dachten we. Ik moet erbij zeggen, al 6000 jaar zijn we daarmee bezig. 6 dagen arbeiden. En dan zegt God, nou is het genoeg. En nou is mijn dag. En dat is de 7e dag. Dat is het nieuwe millennium. Het 7e millennium. Als dat gaat aanbreken, ja, dan gaat het gebeuren. Maar dat is niet vanwege de activiteiten van de natieën. Nee, staat er dan in Jesaja 9 dat
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David, doordat hij het richt, sticht met recht en gerechtigheid. En dan staat erbij, moet je maar naast nalezen, Jesaja 9, prachtig. De ijver van de Heere der heerscharen, van Yahweh der legerscharen, zal dit doen. Aha, dan weet je meteen van waar het komt. Yahweh gaat het realiseren. En wel op de wijze en via degene die hij daarvoor heeft aangewezen. En anders niet. En niet mee eens? Jammer. Het gaat toch zo gebeuren. En dan gaat dus de droom in vervulling. Ja, die de mensheid al duizenden jaren koestert. Vrede. Dan zullen zij een zwaarden, dat wil zeggen, al het oorlogsgereedschap wordt dan vervolgens voor vredesdoeleinden omgesmeed. Nou. Oké, je kunt je voorstellen dat als al die kapitalen die nu in de oorlogsindustrie gedumpt worden. Dus, en dat is dus geen kostenpost zo groot als deze, als de oorlogsindustrie. Als al die kosten nou eens voor vredesdoeleinden worden ingezet. Dan wordt de wereld een paradijs. En dat gaat ook gebeuren. Dan zullen zij een zwaarde tot ploegschade omsmeden en een speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Ah, eindelijk. Dan dus. Ja. Weer even terug naar Psalm 110. Daar staat het nog bij. En dat is, ik vind het moeilijkste deel van de hele psalm. Dat wil zeggen om dat recht te lezen. Er staat letterlijk dit. Hij vult of vervult lichamen. In de NBG-vertaling wordt dit vertaald met hij hoopt lijken op. Dat is niet echt een vertaling, dat is interpretatie. Maar goed, dat zou dan idiomatisch de betekenis zijn. En dan wordt het negatief opgevat. En ik zeg, dat zeg ik nou niet om dat nou zo van de tafel te vegen dat het nergens op slaat. Dat kan inderdaad, dat zou de gedachte kunnen zijn, ook in deze context. Het gaat immers over het feit dat met harde hand de Messias, de zoon van David, zijn koninkrijk gaat vestigen en dan ook inderdaad de natiën en alle tegenstand zal stuk slaan als pottenbakkerwerk. Dus deze gedachte zou op kunnen gaan. Maar als ik het gewoon heel letterlijk neem, dan zou ik zeggen, waarom dan niet gewoon zo? Nou, moet positief. Hij vervult lichamen. In die zin, hij verzadigt lichamen. Dat wil zeggen, hij verstrekt zijn voedsel. Ik zeg niet van heel gedetailleerd van dit is de betekenis. Ik geef hem gewoon mee. Eigenlijk de simpelste uitleg is om het niet uit te leggen. En het gewoon onvertaald te laten. En dan is de eerste associatie met het vullen van lichamen, denk ik toch echt aan het verstrekken van voedsel. Maar wat dacht je wat? Dat is ook wat hij gaat doen. Hij gaat vrede vestigen. Hij zal recht verschaffen te midden van natiën. Maar er zal dan ook weer voedsel zijn in overvloed. Hij verstrekt voedsel. Hij is trouwens de ware Jozef. Dat deed hij toch ook, hè? Hij zal inderdaad de voorraad schuren, zal hij vullen en hij zal iedereen overvloed geven. Ik houd erop dat dat inderdaad de gedachte is. En dan staat er nog verder, hij, dat is trouwens wel, dat is ook weer dat hardhandel, hij doorboort het hoofd van een immens land. U hebt natuurlijk inmiddels al opgemerkt dat soms de weergave wat afwijkt van de gangbare vertaling. Maar goed, u kunt het zien dat dit er ook gewoon letterlijk zo staat, woord in de woord voor woord weergave. Het idee is, moet je. We gaan even terug, of nee, we gaan naar de tijd, dus nog toekomst, maar niet back. We gaan back to the future, ja. Hij vestigt zijn koninkrijk, jawel, maar dan krijgt hij te maken met enorm veel tegenstand van de Verenigde Naties. En de Bijbel spreekt over een beestrijk. Het is een confederatie van 10 naties. 10 koningen en die zullen het opnemen. En die hebben een leider.
En dat heet in de Bijbel het beest. Menselijkerwijs gezien is hij het toppunt van de evolutie. En God zegt, het is precies omgekeerd, het is devolutie. Het is het beest. Ja. En die zal dan namelijk de vorst zijn van dat laatste wereldrijk van deze aion. En wat doet de Messias? Hij gaat recht verschaffen te midden van de natie, hij gaat voedsel verschaffen, maar hij zal ook het hoofd, de koning van een immens land en ook van een immens rijk, namelijk dat beestrijk, zal hij doorboren. Hij zal hem met recht een kopje kleiner maken. Ook dat gaat gebeuren. Ik heb er maar geen teksten bij gedaan, want daar komen we niet aan toe. Ja, Jeff, het wordt tijd, jongen. Ja, Jeff moet zo meteen nog weg. Ja. Maar en daar komen we bij het laatste vers nog. Terwijl dus gesproken wordt over de vestiging van het koninkrijk, dan staat er in vers 7, het eindigt wat eigenaardig. Hij, nog steeds de Messias, hij zal uit de waterstroom onderweg drinken. En daarom heeft hij het hoofd omhoog. Einde doet al. Eigenaardig dat het er zo staat. Het spreekt van iemand die voortvarend zijn weg gaat. Hij heft het hoofd omhoog. Ja, dat is iemand die... En dat doet hij omdat hij onderweg drinkt uit de waterstroom. Hij gaat met succes, gaat hij, en optimistisch, met hoop, hoopvol, gaat hij zijn weg verder. Daarom heft hij het hoofd op. Je zou eigenlijk inderdaad het zo moeten lezen, want er was namelijk in het voorgaande gewest, hij doorboort het hoofd van een immens land. Maar hij heft zelf het hoofd omhoog. Dus die tegenstelling. Hè? Twee keer wordt er gesproken over het hoofd. Het ene hoofd wordt doorboord. En het andere hoofd, dat richt zich op. Daar is perspectief voor. En ja, vanwaar dan het verschil? Het verschil zit hem hierin, dat hij drinkt onderweg uit de waterstroom. Typologisch is het sowieso niet moeilijk te begrijpen. Want de waterstroom, we hebben erover gezongen trouwens nog over. Dat is een beeld van het woord. Een beeld van het levende woord. Hoe vaak wordt de Bijbel niet of het woord van God niet vergeleken met levend water. Dat maar blijft stromen. Het woord van God is levend en krachtig. En dat is ook precies als je dorst hebt. Wat werkelijk de dorst lest. Het stilt de honger, het lest de dorst, dat wat een mens nodig heeft om weer het hoofd op te richten, dat is precies wat het woord geeft. Daarom dat die waterstroom, daar heb ik typologisch, geestelijk gezien, totaal geen moeite mee. Dat is precies wat het woord doet. Dat geeft hoop en dat doet het hoofd weer oprichten. Ja, maar nou ga ik u nog wat vertellen. Want het is typologisch waar, maar het is ook letterlijk waar. En ik zou ook kunnen zeggen, het is geestelijk waar, juist omdat het letterlijk waar is. Ook waar is. Ook dat kan je omkeren trouwens. Maar ik bedoel maar te zeggen, want wat lees je namelijk? Wat zal er gebeuren? De koning gaat zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem. En wat gebeurt er in Jeruzalem? Er zullen Zacharia 14, Ezechiël 47, Joël 3 wordt het ook beschreven. Er gaan rivieren ontstaan in Jeruzalem. Dus twee stromen. Eén oostwaarts, één westwaarts. En er zullen levende wateren vlieten, staat er uit Jeruzalem. En dat is een machtige stroom. En die stroom die zal trouwens ontstaan daarvan uit de tempel. En daar zal hij drinken. Ik denk dat dus ook heel letterlijk is dat waar. De Messias zal heersen. Hij zal inderdaad ook drinken uit de bron van levend water, wat je zowel figuurlijk als letterlijk op kunt vatten. Maar daarom zal hij ook voortvarend zijn koninkrijk hier op aarde gaan vestigen.
Nou ja, dat zijn zo van die dingen die we mogen verwachten voor de, nou ja, voor de komende tijd. Ik bedoel, deze aion loopt op zijn einde. De zevende dag is aanstaande. En dat betekent dat hij zijn koninkrijk gaat vestigen. En we weten daar al heel wat van. Waarom? Omdat God duizend jaren geleden het zijne daarover heeft gezegd. En daarom richten ook wij het hoofd omhoog. Want wij drinken ook, en dat is geestelijk, uit die bron. En daarom, als je drinkt uit die bron, dan kun je altijd met een hoop opgeheven hoofd in het leven staan. Met gemak. Positief. En inderdaad, hoopvol. Als er één soort mens is dat reden heeft om hoop en verwachting te hebben, dan is het wel dat voor dat zijn God kent. En die weet dat wat hij zegt, gaat hij ook onverbiddelijk vervullen. Zullen we daarbij laten van horen. We zingen dit lied. Ja, dat gaat over die shalom, die straks werkelijkheid wordt wereldwijd. Jezus leeft in eeuwigheid. En alle dingen maakt hij nieuw. We danken u voor zo'n geweldig woord, voor zo'n geweldige waterstroom van
van levend water, dat werkelijk de dorst lest en dat ons een venster geeft op de toekomst, waardoor we het hoofd kunnen en mogen oprichten. En dat kan ook niet anders als we zo'n geweldig woord van hoop en verwachting mogen vernemen. Heer, wat is het geweldig om zo'n inkijkjes te hebben. Woorden die 3000 jaar geleden opgetekend werden door David. David die de door u bestemde koning was, maar een profeet ook. En wat is het geweldig om ons daarmee bezig te houden. Levende woorden, krachtige woorden, maar ook zo solide. Waar. Absoluut betrouwbaar. En u gaat het waar maken. En Heer, we danken u dat we zo anno 2019, het einde van die zes millennia, dat we uit mogen zien naar die zevende dag. De ware, de grote Sabbat. We prijzen onszelf gelukkig dat we ons bewust mogen zijn van wie we zijn in uw Zoon, Christus, ons leven. En dat Hij nu aan Gods rechterhand is, maar dat wij ook met Hem daar verbonden zijn. En dat we met recht ook opgewekt zijn met Hem in nieuw leven. Verborgen, maar uitziend naar die dag van de openbaring. Heer, we gaan nog zoveel beleven. We zullen daarin ook een geweldige taak en een aandeel in mogen hebben. En het tart elke fantasie. Maar u gaat boven bidden en boven denken. En wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, dat gaat u ons geven. We danken u zo voor dit samen zijn ook, dat we met elkaar ook de schriften zo mogen openen en dat we ons mogen verblijden in wat u geeft. Dat we elkaar ook mogen een hart onder de riem mogen steken, mogen wijzen naar boven en wijzen naar voren. Die geweldige toekomst in uw Zoon, Christus Jezus. Zo in dat vertrouwen dragen we elkaar ook bij u op. En geef dat we zo in dat stralende licht deze dag mogen vervolgen. Amen. We zingen nog één lied, zoals gezegd. En dat is een kort lied. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Maar, zonder koortand. Hoe is het ook? Het collectezakje gaat nog even rond ter bestrijding van de onkosten. Wij gaan ondertussen luisteren naar iets moois van André. Dat weet ik zeker. Thank you.
leiding, hè, André. Dat is mooi. Ja, wat valt daar nog aan toe te voegen? Behalve dan dat ik de samenkomst van over 2 weken nog even onder uw aandacht breng. Dat is inderdaad zondag 10 maart. En u weet inmiddels waar we het dan over gaan hebben. Ja, over het slechts 1 vers. En het zal 110. Maar misschien worden dat ook verschillende delen van wel. Ik beloof niks. Aankomende donderdag. In Katwijk. De Bijbelstudie vervolgen wij over het Lucas-evangelie op machtig boeiend. En als u in de gelegenheid bent, bent bij deze van harte uitgenodigd in Huizen van Boven. Ja, in de bovenzaal dus. Nou ja, er is nog wel meer te doen. U ziet het. En veel meer op de website van Goed Bericht. En ik zou zeggen, beste mensen, deze boom zul je hier niet aantreffen, denk ik. Maar het komt eraan. Ja. En ik zou zeggen, nog een hele goede zondag. Tot ziens en God zegen allemaal.